Goedendag beste kijkbuiskinderen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Vorige episodes zijn we een beetje verwijderd, misschien per ongeluk, doordat ik een beetje stom was misschien. En daardoor gaan we nu gewoon verder met waarschijnlijk episode 5 of zo, of 4. Terwijl het de tweede episode is. Ik maak eventjes een ding, een pickaxe. Ik heb dit even gemaakt hier. En ik ben hier dood gegaan, dus... Godsamme. Enderman. Nou, mijn stuff ligt daar in ieder geval. Valt een Enderman je ook aan als hij pissed off is? En je kijkt hem niet aan? Kennelijk niet. Daar word ik best wel gelukkig van. Oké, we hebben net onze stuff allemaal terug. Nee, gut creepers. Had ik moeten zien aankomen. Maar dat heb ik niet gedaan. Het is nu ochtend. Ja, na ochtend, middag. Zoiets. En ik heb, even kijken, precies 15 minuten over. Ja, ik ben een beetje aan het haast of zoiets. Weet ik zelf ook niet helemaal. Even kijken. Hier. Oh, wauw, precies. Ik kom precies goed uit. En ik ben terug. Ik ben er weer. Yo, niks aan de hand. Even snel al die stuff in mijn kist gooien. Zo, dat begint goed. Ik heb mijn stuff van de vorige episode die niet online gaat komen omdat ik hem heb verwijderd. Want dat was iets... Ja, ik... Hou er gewoon over op, oké? Ik kan er zelf ook niks aan doen. Ook al was het mijn schuld. We hebben lekker lapjes en dat soort dingen. Hartstikke leuk allemaal. Niet alles weghalen. Zo. Dus wat ik voornamelijk ga doen is eventjes hier nog een kamertje bouwen. En belichting, ook altijd heel belangrijk. Alles goed belichten. Dat is de verkeerde. En dan ga ik eventjes vertellen wat er allemaal aan de hand is. Nou, ik heb eigenlijk niet zo heel veel te melden. Bedenk ik me nu opeens. Wauw, dat is echt een perfect moment. Ja, ik heb wel te melden dat ik nog maar 3 video's heb geüpload sinds ik weer opnieuw met YouTube ben gestart. Dus... Ik moet even wat op te nemen hebben, want ik heb verder ook gewoon geen voorraadje liggen ofzo. Het is vandaag zondag, dus ik had op zich best wel wat kunnen opnemen. Maar ik heb ook allemaal toetsen en school en ik, ja, met Frans en Duits en daar heb ik allemaal toetsen van. Ik heb allemaal van Engels, maar Engels dat leer ik nooit, want dat kan ik wel goed. Wat ik op zich opeens bedenk, ik kan goed Engels, omdat ik goed altijd met mijn games en zo. Als je gamet, dan moet je wel goed Engels kunnen. Dus wat ik opeens ga kijken... Misschien is het heel hatelijk irritant voor jullie, maar kan dit? Ja. Oh, wauw. Terminé is klaar. Prendre la part... Nee, laat maar. Ik dacht, misschien is dit een slim idee, maar ik kan het zelf niet eens lezen, man. Ik ben echt heel slecht in Frans. Nee, UK. Kom maar, dan. Back to game. Want ik heb dus... Frans en Duits en dat heb ik allemaal volgende week en dat heb ik al dinsdag. En om heel eerlijk te zijn ben ik nog niet echt begonnen met leren. Dat ga ik wel vandaag doen hoor, maar ik ben er nog niet echt mee begonnen. En ik heb er ook eerlijk gezegd niet echt heel veel zin in. Begrijpelijk. Ik bedoel, ik ben er slecht in en het is niet leuk en... Ja, ik heb op zich wel een goede uitspraak, zeggen alle docenten altijd. Het was ook zo'n Franse... Zo'n juf had ik, zo'n docenten, een vrouwelijke leraar, dat is een lerares, zo noem je dat. Goed zo. Ik had dus zo'n lerares, die is nu overigens weer weg, maar dat is echt zo'n oude heks, weet je wel, die heel vervelend was. En die had echt een scheidheukel aan mij, en ik ook aan haar, dus dat geeft allemaal niet. Maar toen gingen we een of ander kinderboekje lezen of zo. Ja, we hebben nog nooit Frans gelezen en onze klas was echt zwaar beroerd in Frans, dus nou... Een van een boekje lezen over L'Oncle Giorgio. En er was een of andere man met een snor en die was allergisch voor kinderen. En het was echt een kut verhaal, maar dat geeft... Nou, het geeft wel. Het is echt kut, maar... Ik deed ook gewoon niet goed mee. En toen zei dat wijf, die zei... Ja, ga jij maar eventjes voorlezen. Omdat ik gewoon geen ene kut zat te doen. En dat deed ze dan bij mensen die geen goede inzet hadden volgens haar. Had ze overigens wel gelijk in, hoor, bij mij. Ik had geen goede inzet. Maar, ja. Dat doet er niet toe.
Maar toen bleek dus dat ik best wel goed, want ze liet zeg maar iedereen dan 3 zinnetjes of zo lezen. En ik was er dan nog best wel goed in, want ik moest dan iets van 2 hele pagina's lezen. Gewoon omdat ze heeft maar 1 keer hoeven verbeteren of zo op mijn uitspraak dan. Ik wist mijn god niet wat ik zei, maar ik sprak het wel goed uit. Dus ook wel, als ik de taal zou kunnen, als ik zou weten wat ik zou zeggen, dan zou ik aardig goed zijn in Frans. Maar dat weet ik allemaal niet. Ik ben beroerd met Frans. Moet eventjes wat meer licht hebben hier. What the fuck is er mis met mij? Het is zondag en ik ga praten over school. En dan ben je ook niet helemaal lekker. Dus laten we ook zo gauw mogelijk op een ander onderwerp overgaan. En dat wordt Assassin's Creed 4. Ik kon het gewoon niet laten. Ik had hem gepreorderd meteen toen ik wist van het bestaan dat hij uit zou komen. En meteen toen je hem kon preorderen, heb ik hem gepreorderd. En ja, dan kan je natuurlijk. Ik weet dat ik het eigenlijk het liefst op een blinde lesplaat willen houden. Het is nog voor een deel blind nu. Ik ben pas bij sequenties 5 of zoiets dergelijks. Ik ben nog niet heel ver. Maar ik kon het niet laten, oké, jongens. Ik heb dus meteen gewoon volledig Assassin's Creed 4 lopen spelen. En dan denken jullie, waarom heb je dat dan niet opgenomen? Dat komt. Ik wil de volledige Assassin's Creed serie doen. Omdat je. Waarschijnlijk begrijpen jullie het wel, maar dan kan je gewoon. Al mijn dingen kijken, al mijn video's. Assassin's Creed 1 is nogal repetitief, dus dat wordt dan vooral heel veel. Waarom kwam ik hier? Oh ja, stokken. Want ik moet een pickaxe hebben. Maar waar was ik gebleven? Oh ja, Assassin's Creed 1. Nogal repetitief, wat wil zeggen, je gaat naar een stadje toe en je doet een missie voor het bureau. En dan kan je weer oprotten en dan heb je weer een deel van je status teruggegeven. Dat is een beetje Assassin's Creed 1. En natuurlijk zitten er ook exclusieve dingen in, maar zo'n soort, dat soort missies dat je in een stadje zoals Acre of zoiets. Want ik heb het wel een beetje gespeeld, nooit volledig, en ik heb nog steeds geen pickaxe. Kom op jongens, waarom heb ik zo'n slecht geheugen? Ik weet niet eens wat ik doe, ik lijk wel een goudvis. Afijn. Ja, dat zeg ik eigenlijk nooit, dus vandaar dat je me even hoorde, what the fuck zeg ik? Oftewel, in ieder geval, dus even kort samengevat. Ik ga van dat soort bureaumissies dat je naar een stadje toe moet gaan en dat je dan wat moet helpen om een tempelier te vermoorden of zoiets. Om je rang terug te krijgen. Daar ga ik maar 1 van die missies doen en ik ga vooral compilaties maken van Assassin's Creed 1. Natuurlijk wel het einde bijvoorbeeld vol en belangrijke dingen voor de story. Dat zend ik wel volledig uit. Ik geef overal commentary op. Ik ga gewoon de hele game uitspelen met commentary. En dan kies ik daarna wel wat ik leuk vind. Dus op die serie moeten we nog eventjes wachten. Want ik ben er nog niet eens aan begonnen. Omdat ik niet goed Assassin's Creed kan opnemen. Want ik heb een wit of een zwart scherm. In ieder geval, we zien geen gameplay als ik er naar kijk. Ik ben nu voornamelijk gewoon kamertjes aan het maken. Terwijl het misschien ook wel slim is om ze een beetje in te richten. Ook al heb ik nog niet zoveel spullen. Moet toch een beetje mooi worden. Ik weet ook nog niet zo goed wat ik wil, eerlijk gezegd. Ik heb hier een 4 blokjes hoog plafond. Dat vind ik dan wel weer leuk. Ik vind het ook wel leuk hoe het eruit ziet van buitenaf. Dat als je hier komt, dan zie je. Oh, godsamme. Dan zie je een spider. Die heel vervelend is. En die. Kom dan. Typisch beest. Ik heb 2 string. Over nog 1 string. Heb ik een bow. Een bow. Ik vind een bow vind ik altijd fijn. Ja, dat ben ik nou eenmaal. Ik vind een bow fijn om mee te werken. Oh, ik heb een bow! Nice! Oh, ik heb een boog. En zo maak je geen boog. Een bow. Daar word ik gelukkig van. Daar word ik echt heel gelukkig van. Ik ga meteen weg doen, want ik heb nog geen pijlen. Zodra ik pijlen heb, dan kan ik mijn bow ook echt gaan gebruiken. Ik ben nu al helemaal blij. Ja, ik heb een bow. Maar ik kan er alleen niks mee. Maar dat maakt mij niet uit. Hier zit nog een leuk kamertje. Ik kan die kant kan ik niet opminen. Want ik zit natuurlijk met het idee dat hier een grote grot zit. Oké, dit wordt een kamer naar boven. Volgens mij, wacht even. Ik moet ook even van buiten af kijken hoe het er allemaal uitziet. En welke kant ik kan opgraven. Want zo had ik bijvoorbeeld toen ik gewoon aan het opnemen was offscreen. Toen kwam ik hier uit dat hier ergens water zat. Dus daar gaan we ook nog eens een keer een haven bouwen en zo. Dat wordt allemaal hartstikke leuk. En ik kan weer niet goed lopen, want ik kijk niet uit. Want ik zit een beetje klap te praten en ik let niet echt op de game. Daarom zou je ook zien dat ik vaak ding ergens naartoe loop zonder dat ik weet waar ik eigenlijk naartoe ga. Maar dat maakt mij niet uit. Misschien is het even een idee om te kijken waar dit omhoog gaat. En dan kan ik direct ook zien waar ik heen moet. Misschien even leuk. Ik ga hier dan ergens een balkonnetje maken of zo. Ik wil even ook kunnen springen. Goed.
Wat ik wel leuk vind, ik kijk nu naar mijn video's op mijn analytics dingen, mijn analyse shit, waar, nou, alles waarop staat mijn weergave dingen en abonnees en hoeveel ik erbij krijg en hoe lang mensen naar mijn video's kijken. Als ik dus kijk naar mijn oude video's, dat is gemiddeld zo'n 2 minuten werden die bekeken. Nu kijk ik naar mijn video's, die zijn minstens 7 minuten. Dat is het kortste wat er was. Volgens mij was dat de eerste Minecraft of zo, die was 15 minuten lang, zoiets. En er waren dan ook wat minder weergaven op. Wat kortere weergave was wel meer weergave. Het gaat best wel snel met views. Ik heb, ik weet niet hoeveel, maar voor iemand die eigenlijk, want ik ben natuurlijk niet net met YouTube begonnen. Ik heb nog mijn oude abonnees en ik heb eten nodig. Ik heb zwaar eten nodig, anders ga ik dood. Dat is ook nog een keer gebeurd trouwens tijdens het opnemen wat niet opnemen was, omdat ik het heb verwijderd, omdat ik zo'n stom ben. Even kijken. Ik ga het niet wagen. Nee, ik dacht ga ik in het water springen, maar ik ga het niet proberen. Ja. Ik heb een half. Wat zijn dat eigenlijk voor dingen? Een half etenshartje. Een etenshartje. Ik noem het etenshartjes. Ik weet niet hoe het dan moet noemen. Weet je wat die dingen zijn? Laat het dan even achter in de reacties hoe die dingen heten. Etenshartjes. Dacht. Wat daar onderin staat, waar ik nog maar een halve van heb. En ik heb. Heb ik. Ik heb. Ja, ik heb eten. Woe! Ja! Yeah! Ik heb eten. Eten. Ja, ik heb eten. En dat ga ik lekker vreten. Wat? Dat was ik niet. Dat was de buurman. Ik zong niet hoor. Ja, eigenlijk wel, maar dat snap je ook wel. Een tunneltje gemaakt hier zo. En hier komt een. Oh ja, hier kwam de mine, hè? Ik had een beetje een plannetje. Hier komt de mine. Dus dan kom je hier binnen. En dan gaat hij zo rechtstreeks naar beneden. Laten we dat maar doen, dat hij gewoon recht naar beneden gaat. Ik weet ook niet echt veel beter iets. Dit moet even sowieso 2 blokjes uitgehouden worden. Twee blokjes. Dat lijkt wel dronken, zeg Jezus. Dat lijkt wel 2 blokjes diep. En dan moet je 3 blokjes omhoog. Ik ben niet dronken, ik ben gewoon lichtelijk aangeschoten. Tellen gaat ook nog prima. 1, 2, 46. Ja, ik weet zelf ook niet wat ik zei. Even als jullie nu denken van wat de fuck doet die gozer. Ik heb zelf ook geen idee, dat vraag ik me nou iedere dag af als ik naar mezelf luister. Ik luister eigenlijk nooit naar mezelf, dus dat klopt ook niet. Kijk, als ik mijn eigen video's zou kijken, dan zou het kloppen, maar dat doe ik niet. Dat is logisch, want ik heb ze zelf gemaakt, dus ik weet wat erin gebeurt. Ik kan dit even weghalen en dat doe ik gewoon met mijn blote vuisten. Ik heb trouwens in de vorige video zat een hele gekke skin die niet klopte. Ik weet niet waarom ik die had. Ik heb nu weer gewoon de goede skin. Game Tomato skin, yeah, het is een tomaat, voor als je nog niet door had. En dit is ook een tomaat. En of zijn kop. Ik ga hem hier misschien nog een soort van haar echt van maken, dat hij niet kaal is. Maar dit is een tomaat met een geel t-shirt aan. Ja. Ik wist ook niet veel beters. Ik bedoel, als je Game Tomato hebt en je gaat een walrus. Of weet ik. Een walrus. Ja, een walrus of een neushoorn of weet ik wat voor een ding. Als Minecraft poppetje eruit laten zien, dan klopt het niet helemaal. Dus ik ben gewoon een tomaat. Mijn YouTube avatar, oftewel mijn plaatje. Mijn profielfoto. Dat is ook een tomaat. Zo zie ik er in het echt ook uit. Rood met een kale kop en groen haar. Nee, toch niet. Maar als het zo was, dan was ik een. Dan was ik een heavy metal luisteraar. Sowieso. Als ik mezelf had rood getatoeëerd. Dat was een gozer volgens mij. Ja, ik ga even van de hak op de tak, zo zeggen toch. Dat ik even naar een ander onderwerp toe ga in ieder geval. Er was zo'n gozer volgens mij, die had zich helemaal rood laten onder tatoeëren. Die had dan nog onder laten tatoeëren. Die had toen ook nog een horens op zijn schedel vast laten zetten of zo. En die zei toen, ik ben de duivel. Had ook nog zijn tong laten splijten, weet ik veel. Die gozer was helemaal gek. Wat mensen wel niet allemaal doen. Wacht, nee. Rechtermuisknop is een kist openmaken. E is naar je inventaris kijken. Goed zo, we kennen de basic controls nog mooi.
Wat doe ik hier eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Volgens mij moet deze episode alweer naar zijn einde naderen. Of niet? Nee, daar klopt helemaal niks van, joh. Volgens mij. Want anders hebben we echt geen ene tyfus gedaan in deze episode. Ik ga trouwens even wat toortjes ophangen, want ik zie geen ene tyfus hier. Het valt me op dat ik de laatste tijd vaak scheld met tyfus. Ik weet ook niet echt waarom dat is. Wat heb ik verteld? Oh, wacht. Wat wel leuk is, is ik heb... Mijn video's worden wat langer bekeken, heb ik zo het idee. Het is... ik bedoel, dat kan ik zien, weet je. Als je naar je statistieken toe gaat, of weet ik voor de tijd, dan kan je zien dat je hoe lang je video's worden bekeken en hoeveel weergave je hebt. Ik ben er nog tevreden mee. Ik bedoel, ik heb niet veel te klagen zolang nog mensen naar mijn video's kijken. Wat wel is, er wordt niet gereageerd. En dat komt ook omdat ik altijd als ik mijn outro doe, dan zeg ik, ja, vond je deze video leuk, doe dan een groen duimpje. Abonneer op mijn kanaal, ben ik volgende keer weer met nog veel meer. Maar, wat ik vergeet te zeggen is, plaats ook even een reactie. Plaats een comment, of weet ik veel hoe je dat noemt. Ik weet niet, mensen zeggen altijd plaats een comment. Het is Nederlands, jongens. Dan zeg je place a comment, of plaats een comment. Niet... Plaats een reactie of place een comment. Niet plaats een comment. Ik zeg gewoon plaats een reactie. Reageer. Reageer op deze video. Bekijk ook mijn andere video's. Ook altijd leuk. Kan je lachen. Ook al is het niet echt grappig bedoeld. Oh god, er gebeurt iets. Wat gebeurt er? De recorder stopt because there's insufficient space on the disk. To continue, free up some space on the disk and resume. Stop recording. Oké, dus, kennelijk is dit het einde van onze video. Vond je deze video leuk? Doe dan een groen duimpje. Abonneer op mijn kanaal. Of het is geen groen duimpje meer, ze zijn blauw geworden. Doe dan een blauw duimpje. Abonneer op mijn kanaal. Zie ik je volgende keer weer. Met nog veel meer. Doei.